Ja, Sven, zondag uh, Sparta volgende wedstrijd. Jouw clubje komt op bezoek. Hoe is dat? Um, leuk. Ja, altijd uh, leuk om uh, tegen je oude club te spelen, tegen oude bekenden sowieso. En uh, ik denk dat we nog wat goed te maken hebben richting vorig jaar. Dus, uh, dus dat is leuk. Uh, wat zijn dan de dingen die je, uh, die je daaraan heb je, heb je daar dan dingen waarvan je zegt: nou, die wedstrijd dat ging absoluut niet goed. Dat moeten we zondag een stuk beter doen. Nou ja, ik denk dat dat het begin was dat wij een, uh, vorig jaar dat kleine dipje hadden, waardoor we te veel punten hadden verspeeld En waardoor we ook uh, ja, de, de kijk zeg maar op de nummer één plek uh, verloren. En uh, ja, ik denk dat we toen gewoon een wat mindere wedstrijd speelden. Uh, Sparta was ook, uh, was ook erg goed die wedstrijd. Ze deden de dingen die wij verwacht hadden, maar die voerden ze wel goed uit. En ook hadden wij geen... Uh, hadden wij niet genoeg een reactie op. En ik denk dat we daar uh, dit jaar gewoon beter op voorbereid moeten zijn. En uh, nou ja, we zitten lekker in ons vel. We hebben nog geen, uh, geen punten laten liggen. Dus uh, ik denk dat we klaar zijn. ja want Dat is natuurlijk wel het grote verschil. Hè? Dat was inderdaad in april, als ik het goed herinner. We zitten nu, speelden onder vier. Of tenminste, speelden onder vijf officieel. Maar de vierde wedstrijd voor ons dan in, in de competitie. Alles gewonnen tot nu toe. Hoe belangrijk is het? Of tenminste, hoe kan je dat vasthouden richting zondag? Dat, dat winnende gevoel? Ja, nou ja, uh, het is altijd lekker als je in het begin van het seizoen gewoon uh, veel wint. En uh, we hebben met z'n allen afgesproken dat we in die eerste fase gewoon uh, zoveel mogelijk uh, wedstrijden moeten winnen. En, uh, richting de acht wedstrijden. En ik denk dat we nu goed op weg zijn. Maar uh, ja, we bespreken het ook veel met z'n allen. Dat we eigenlijk uh, ja, pas op de derde wedstrijd zijn. En zondag de vierde op bezoek komt. Dus ja, enorm belangrijk dat we gewoon consequent blijven in, uh, in het winnen van wedstrijden. Nou, doen wij het natuurlijk niet alleen goed, want Sparta doet het ook weer goed. Twee wedstrijden gewonnen, twee wedstrijden gelijk, nog niks verloren. Afgelopen seizoen eindigden ze natuurlijk in die play-offs voor een Europees ticket zelfs. Uh, het enige verschil is de trainer is weggegaan, maar ze doen het opnieuw weer zo goed. Uh, wat is de kracht van dit Sparta op dit moment volgens jou? Nou ja, ik denk dat er niet uh, richting vorig jaar uh, niet heel veel spelers weg zijn gegaan. Zoals misschien andere mensen wel verwacht hadden. Uh, ja, de sterke ouders hebben ze best wel uh, binnenboord kunnen houden. Alleen Vito is natuurlijk op het laatste uh, nog vertrokken. Maar voor de rest hebben ze denk ik nog wel uh, ja, het, het middenveld is intact gebleven. Dus uh, ze, hebben wel, uh, ze hebben gewoon een, een goed elftal wat goed op elkaar is ingespeeld. En ze weten van elkaar hun kwaliteiten. Dus, uh, dus ik denk dat dat wel uh, Sparta sterk maakt. Je ja. Ja, bent natuurlijk toen halverwege het seizoen weggegaan. In de winter ben je hierheen gekomen. Um, dat zat je halverwege dat seizoen, maar verbaasde het je dat ze uiteindelijk die Europese uh, play-offs haalden? Uh, nou, niet echt, want ik had niet echt het gevoel dat teams buiten de top 4, top 5 uh, echt aanspraken maakten om uh, ja, het Sparta heel moeilijk te gaan maken. Uh, Utrecht was natuurlijk wat minder in vorm, Vitesse ja, had natuurlijk helemaal een minder jaar. Uh, Twente die, die, die deed dan wel goed. Uh, maar ja, Heerenveen en NEC, de teams die eromheen speelden, die, die waren allemaal wat minder dan dat we eigenlijk normaal gewend waren. Dus ik denk dat het daarom wel uh, op zich wel logisch is dat, uh, dat Sparta die plek ja, veroverd heeft en uh, vast heeft kunnen houden. Ondanks dat Sven pas een half jaar bij AZ zit, voelt hij zich als een vis in het water. Ja, ik ben, uh, ik ben enorm uh, trots en blij dat ik, uh, dat ik deze stap heb kunnen maken. Ik praat nu over trots. Uh, ja, zo voelt het. Nog steeds wel, maar ja, dat, dat gevoel ligt wel alweer heel ver weg inmiddels. Omdat je eigenlijk heel snel moet aanhaken. En ik heb eigenlijk wel het gevoel dat ik alweer heel lang uh, bij deze club ben. De jongens om me heen zeggen ook wel eens uh, van ja, je bent er eigenlijk pas een half jaar. Dus ik heb het gevoel dat je hier al uh, inmiddels twee jaar speelt. Dat is ook wel een compliment. Ja, nee, ja, zeker. Dus uh, ja, ik ben gewoon heel snel gewend hier. Uh, de spelers hebben me goed ontvangen. Ja, dat heb ik al vaak genoeg aangegeven in interviews. Maar uh, het is gewoon een hele warme club en uh, ja, ze hebben me gewoon heel goed ontvangen.